Hey, Peter zei al, één, het managementbeen en het andere het geestelijke been. En ik, mijn sterke kant is gewoon het geestelijke stuk, het geestelijke been. En dat heb ik proberen voor te bereiden. Ik moet wel zeggen, van, er komen heel veel dingen overheen. En dat is gewoon van, ja, ik kan er niks aan doen. We hebben niet met elkaar afgekeken. Peter doet zijn ding in zijn kantoor. En ik doe mijn ding in de keuken op mijn plekje. En Paul heeft zijn... We hebben niet met elkaar afgekeken. Ik zeg, als mijn computer, als die dan komt, dan doe ik gauw altijd alles even de computer dicht. Ik zeg, vind ik niet fijn dat jij meekijkt naar mijn voorbereiding. Dat vind ik gewoon niet prettig, want dit is mijn stuk klaar. Winnen met mensen. Weet je, dat is verkrijgen met mensen. Dat is zegevieren met mensen. En dat is behalen met elkaar. Want dat doe je. Want dat is winnen met mensen. Weet je, winnen geeft het gevoel van een wedstrijd. Dat kan een wedstrijd zijn. Weet je, een baas heeft een titel. Maar een leider heeft de mensen. Weet je, waar je ook bent, alle kerken of bedrijven, hoe groot of klein, het draait om mensen. Alles draait om mensen. Ons hele leven draait om mensen. Waar je ook bent, waar je ook werkt. Het draait om mensen. Je collega's, mensen waar je werkt, mensen waar je het werk voor doet. De verpleging in het ziekenhuis, het draait om mensen. Weet je, en een kerk, we hebben lead als leider. We zijn leiders. Weet je, en een kerk en een gemeente bouwen, weet je, dat is met mensen. Met mensen. En mensen winnen, voor ons doel als kerk, als gemeente, is mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is ons doel. Dat is het evangelie. Daar zijn wij voor geroepen in deze wereld. Weet je, en ons hart is, en mijn hart is ook, weet je, dat er mensen toegevoegd worden aan het Koninkrijk van God. Want dat is winnen. Weet je, en dat is niet voor hier en nu, ja, ook voor hier en nu, maar het heeft zo'n grote waarde. Het heeft gewoon eeuwigheidswaarde. Dat is voor eeuwig, dat is voor altijd. Dus weet je, zoveel mogelijk mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Hoe krachtig is dat? Maar hoe winnen we die mensen? En hoe doen we dat? Hoe deed Paulus dat? En ik heb een mooie tekst die Paulus zelf zegt. En ik bedoel niet om mensen te pleasen. Let goed op, want ik dacht ook nog eventjes van, oh, het lijkt net of het elkaar tegenspreekt, wat Paul net noemde. Maar dat is het niet. Ik wil het gewoon uitleggen. En er staat in 1 Korinthe 9, vers 19. En dan zegt Paulus van zichzelf. Want hoewel ik vrij ben van alles, van allen, heb ik mijzelf toch ook voor allen tot slaaf gemaakt. Om meer mensen te winnen. En de uitleg van Paulus, weet je wat dat is van? Paulus maakt zichzelf slaaf. En dat is een ouderwets woord. En ik bedoel niet slaaf. Ja, maar weet je, dat is, hij onderwerpt zich. Weet je, en als ik even naar mezelf kijk, mijn achtergrond en onze achtergrond is gereformeerde gemeente. En dat is niet gewoon om het lange broek. Ik heb wel heel vaak een rok aan of een jurk aan. Maar het is niet gewoon om lange broeken te hebben. Weet je, dat kan een belemmering zijn voor mensen. En als ik weet dat ik in een gebied ben waar ik invloed uit kan oefenen, dan zorg ik ervoor, dan zorg ik er specifiek voor, even, dat is heel persoonlijk, dan zorg ik ervoor dat ik geen broeken heb. Want weet je, dat ene woord wat je net kan spreken, die ene glimlach die je net kan geven, dan weet je, voor mensen, ik weet het, onze achtergrond is, dat was het, gelukkig niet meer, maar die achtergrond is, zodra je een broek aan hebt, is het een belemmering voor mensen. Serieus. Maar weet je, ik ben vrij, ik draag broeken, maar geen bal uit, ik draag het, maar ik ben vrij. Maar als ik hier mensen mee kan winnen om iets te kunnen zeggen en ik in een gebied ben waar ik invloed kan uitoefenen, dan wil ik me aanpassen eraan. En niet om te pleasen, om te plezieren, maar ik weet dat het een belemmering kan zijn. En dan spreek je ook hun taal. Maar zo ook een andere kant, en die wil ik ook even uitleggen. Afgelopen november waren we met een missiontrip waren we naar Cambodja en dat leidde ik. Een team van 8 mensen. Weet je, en daar bezoeken we de bars. Waar vrouwen zich verkopen. En we zijn daar voor een missie om de liefde en de genade van God te laten zien. En ze te winnen voor het koninkrijk. Weet je, en ze vroegen me mee naar de dansvloer. Ik heb het gedaan. Ik ben vrij. Vrij om te dansen. Niet gewend om te dansen, maar ik ben wel meegegaan. Ik ben wel meegegaan. Weet je, dat is ook vrijheid. Op de dansvloer staan, terwijl je dat nooit doet. En dat is best wel een stap voor mij ook om dat te doen. Maar mensen, die weet je, gewoon, om gewoon compleet ten diepste het oude los te laten en gewoon jezelf te kunnen zijn. Weet je, mijn achtergrond is helemaal niet om te dansen of gek te doen. Of gek te doen, dat is niet gek. Maar gewoon,
om te kunnen dansen. Maar ik ben vrij om met ze mee te gaan. Om, weet je, om gelegenheid ook weer invloed uit te oefenen op deze mensen. Op deze vrouwen. Om, weet je, als je met ze meedanst. Hij kan hem... Goed, ik heb gedanst. Stiekem opgenomen. Maar goed, weet je, om invloed uit te kunnen. Als je met ze meegaat, weet je, is de gelegenheid om met ze te kunnen praten. Met ze te kunnen spreken. Weet je, en het aparte is... Pascal had het net over Beyoncé. Weet je, en wij hebben twee keer die bas bezocht. En iedere keer als wij er waren, was het lied van Beyoncé. En weet je wat dat was? When Jesus say yes, nobody says no. Wat een gaaf lied is dat. Wat kun je dan een mooie gelegenheid nemen? Weet je, Jezus zegt altijd ja tegen jou. En niemand kan nee zeggen tegen jou. Want Jezus zegt yes. Wat een gaaf lied is dat. Hey, winnen met mensen, Palkos, dat begint bij onszelf. Als leiders, weet je, we hebben geen eigen belang, maar we dienen. We dienen voor de mensen. Weet je, dienen is ook als mensen het niet meer zelf kunnen doen. Om samen sterk te staan. Want dat is ook winnen. Weet je, de Bijbel zegt in Romeinen 15 vers 1. Als wij sterk zijn in ons geloof, moeten we rekening houden met de gevoeligheid van anderen die minder sterk zijn. We moeten niet aan onszelf denken, we moeten de anderen aanmoedigen, zodat zij ook sterk worden. Weet je, dat is winnen. Dat je andere mensen kan winnen, dat je andere mensen kan aanmoedigen. Wat betekent dan om te vechten voor mensen? We luisteren, we kijken en we bidden. We luisteren, we kijken en bidden. Weet je, en het is soms een gevecht over mensen. Weet je, maar dat is niet tegen de persoon. Het gaat soms, weet je, als we mensen willen winnen, weet je, kan het soms een geestelijk gevecht zijn. Maar we herinneren ons eraan, zegt de Bijbel, aan anderen, dat het gevecht is niet tegen vlees en bloed. Het is een gevecht tegen geestelijke krachten en machten. Het is een gevecht voor mensen. En met elkaar, als wij mensen kunnen winnen, dan willen we ze winnen. Weet je, mijn hart en gebed is echt altijd, weet je, dat veel mensen gered gaan worden. Dat veel mensen de liefde gaan ontdekken, de liefde en de genade van God. Oh, dat is zoveel winnen. Weet je, dat heeft gewoon eeuwigheidswaarde, net als wij. Weet je, als wij staan en bidden als leiders voor de mensen die gaan komen. Bidden is zo'n krachtig wapen. Weet je, dat is alles. Dat zegt alles. Bidden is iedere keer een nieuw gebied, een nieuwe kade instappen, zonder beperkingen. Want bij God zijn er geen perken. Je kan alles tegen God zeggen. Je kan alles aan hem vragen. En hij geeft je geen brood. Hij geeft je. Weet je, bidden is spreken wat God spreekt. En zien wat God ziet. Weet je wat dat betekent? God wil dat niemand verloren gaat. Weet je, dat is winnen. Er staat Gods perspectief dat hij alle mensen wil winnen. Dat wil hij. Weet je, zo ook wij. Willen ze winnen. En God wil dat door ons heen doen. Wat mag het jou kosten? Wat mag het jou kosten? Weet je, en die wedstrijd, dat winnen, dat voelt soms als een wedstrijd. Weet je, dat begint bij jezelf. Ben je jezelf. Als jij gezond, sterk, blij en positief bent, heeft een uitwerking op anderen. Sterker nog, daar win je mensen mee. Wie jij zelf bent en niet iemand anders, is de grootste positieve aanwinst om te winnen. Gewoon jezelf zijn. En dat, weet je, gewoon jezelf zijn. Weet je, dat komt vanuit je hart. Dat komt vanuit wie jij bent. En wat vanuit het hart komt, dat ben jij. En dat is wat wint. En wat vanuit het hart komt, dat proef je. Dat is zo belangrijk. Wat je spreekt. Weet je, kopieert dat niet. Of zegt dat niet na van een ander. Maar weet je, wat jij spreekt. Weet je, dat spreek je uit je hart. Wat jij belieft en wat jij ervaart. En handel vanuit je hart. Vergeet je onzekerheid. Wees jezelf, want dan pas sta je sterk. Weet je, sleutel aan jezelf. Doe er alles aan. Van Jezus werd gezegd, hij had gunst bij God en bij de mensen. Weet je, het tweede stuk van winnen met mensen is team. Het gaat om mensen winnen, met elkaar, het team. Hoe doen we dat in de gemeente op het gebied van leiderschap? En hoe deed Jezus dat? Je wint met mensen wanneer je besluit om leiders te ontwikkelen. Weet je, voor doorbrekers hebben we gezegd, 2018 is een jaar waar focus op komt. Om besluit te nemen, weet je, dat we leiders, specifiek leiders willen ontwikkelen. Weet je, dat we leiders ontwikkelen en dat we leiders gaan vrijzetten, komt er meer capaciteit, zodat we meer mensen kunnen winnen. Want als je leiders hebt,
Als je leiders hebt, dan komen er meer mensen. Dan kan God mensen toevertrouwen. Weet je, wie stel je aan? En wie zijn de mensen om je heen? Hoe kiezen we leiders? Hoe koos Jezus zijn discipelen? Jezus koos er 12. En hoe kwam hij eraan? Weet je, Jezus had met gebed. Hij wilde de wil van de Vader doen. En hij ging de hele nacht door met bidden. Voor mij gebed, weet je, en bevestiging. Dat is een profetische bevestiging. Weet je, we willen winnen. Gebed en geestelijke onderscheiding is nodig om mensen vrij te zetten. Ik zie dat ik een stukje over heb geslagen. Ik wil nog even terugkomen. Weet je, het begint eerst met onszelf. Dat heb ik net al genoemd. Weet je, het begint met onszelf. Als wij ons ontwikkelen. Als wij ons ontwikkelen. Weet je, de Bijbel zegt, in hem leven wij. In hem is het leven en het leven is het licht. In jou is het leven en het leven is het licht. Jij bent het licht van de wereld. Jij bent het licht van de wereld. Waar we ook gaan. Weet je, zijn vreugde, zijn liefde. Weet je, bemoedig elkaar daarom en bouw elkaar op. Weet je, positiviteit, emotionele gezondheid. Dat ene woord, die glimlach, daar kun je mensen mee winnen. Daar kun je ze mee winnen. Je kunt niet geven wat je zelf niet hebt. Dat hebben we net van Paul ook gehoord. Enjoy yourself. Wie jij bent, hou van jezelf. En weet dat je dat wat jij bent, dat kan weggeven aan de ander. Want daar win je mensen mee. Weet je, als je zelf geen winnaar bent, kun je nooit winnen met anderen. Nooit. Word een winnaar. Ga overwinnen. Weet je, je bent een voorbeeld. Je bent een voorbeeld als leider. Als mensen zien dat jij winnen, je kunt op zoveel punten kun je overwinning behalen. Weet je, kan zoveel punten. Er zijn altijd gebieden waar je overwinning kan bereiken. Weet je, zet stappen. Het kan soms kleine stappen zijn. Ik heb zelf ook heel lang geworsteld. Weet je, wat moet ik gaan preken? Ik voel de kant niet. Maar weet je, als je stappen gaat zetten, dan ga je de overwinning behalen. En doordat jij de overwinning behaalt, gaan de anderen weer ook de overwinning behalen. Weet je, wat betekent een winnaar zijn? Weet je, dat is als je heel bent. Als je stabiel bent. Dan weet je over jezelf, I can do it. Ik kan het doen. Twijfel daar niet aan. Als jij een winnaar bent, heel. En je kan het doen. Ook weet je over jezelf. Ik ben waardevol. Ik ben waardevol. Wees er zeker van. Dat is een zekerheid. Ik ben waardevol. En weet je, dat is niet iets wat jij zelf zegt, maar wat God zegt. Dat is een geestelijk stuk. Zeg, Jezus zegt, jij bent waardevol. Wat jij in je hebt. Ik heb je gemaakt. Ik heb je gaven en ik heb je talenten gegeven. En ik heb de overwinning behaald. En jij in mij. Weet je, weet welke overwinning jij kan brengen. Als je niet weet wat of je doel van je leven is. Wat jouw kracht ligt. Wat jouw gaven talenten zijn. Weet je, de Bijbel is het woord van God. Daar kan je alles in vinden. En hij wil erover spreken. Dus herken je waarde. Dit is wat God mij gegeven heeft. Dit is wat God, waar ik nog overwinning kan behalen. Maar dit is wat God me geeft. Daar wil ik mijn kracht en daar wil ik mensen mee winnen. Als je dat weet van jezelf. Dus herken je waarde. Weet je, verhoog je waarde. Verhoog je waarde. Verhoog je waarde. Misschien vraag je af, hoe dan? Hoe kan ik mijn waarde vermenigvuldigen? Zodat het voordeel kan brengen voor anderen. Want dat is het. Weet je, zodat je anderen mee kan winnen. Petrus, die zat bij de poort. En er zat een smekende man, zat er. En Petrus zei, goud en zilver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. Weet je, en wat wij hebben gekregen. Weet je, dat is goud. Dat is goud. Dat is goud. Wij hebben goud in handen. Niet goud in de zin van goud, maar goud. Weet je, de kracht en de gaven, talent en de liefde. Weet je, die wij aan anderen kunnen geven. Weet je, wat dat deelde Petrus uit. Hij deelde het uit. Weet je, die waarde en verhogen van die waarde. Als je stappen zet en het gaat ontwikkelen. Weet je, dat is zo krachtig. Dat zit diep in je ziel. Weet je, wij als doorbrekers hebben, voor de vrouwen hebben we doorbrekers diamonds. En het is niet alleen voor vrouwen. Ja, diamond is voor vrouwen. Maar weet je, als ik kijk naar een diamant. Wat wij hebben. Weet je, dat geloof ik ook dat het voor mannen is, dat geld. Wij waren in Hongkong en Peter kreeg een beeld over hem. Hij zei, ik zie een grote diamant. Maar weet je, de diamant die wij hebben binnen in ons, dat is een waarde. Weet je, en die kunnen verhogen. Als wij die op gaan poetsen. Als wij die gaan bewerken. Weet je, dat het meer gaat glimmen. Dat de talenten die God in ons gelegd heeft. En de gaven. Weet je, dat die ieder stukje van de diamant zichtbaar wordt. Hoe krachtig is dat? Dat die kan schitteren. En dat is net zo goed voor mannen.
kunnen ze laten zien de gaven van talenten. En dan verhoog je de waarde. Want een ruw brok diamant, hoe vaak, hoe mooi wordt hij niet? Hoe vaak stukjes? Dan wordt alleen maar verhoogd in waarde. Hoe meer jij overwint, hoe sterker je staat. Hoe meer jouw waarde verhoogt. Weet je, en je bent nooit klaar. Je bent nooit klaar. Er zijn altijd gebieden waar je de overwinning kan behalen. Er zijn misschien wel hobbels. Misschien zijn er bergen en is steil omhoog. Maar die zijn er. Hobbels en bergen zijn er om te overwinnen. Die zijn erover te winnen. En begin te wandelen. Weet je, het is de moeite waard. Als je weet dat door jouw overwinning andere mensen ook overwinnen. Weet je, ik kwam een quote tegen van Paul Scanlon. Je bent nooit afgestudeerd op de school van jezelf. Weet je, en dat heet groeien. Wat hij zelf al noemt, dat heet groeien. Als je verandering wil zien, neem een besluit. En besluit en wees ervan overtuigd. Als je besluit neemt, wees ervan overtuigd. Dit gaat mijn verandering zijn. Weet je, nog een punt daarin. Accepteer je waarde. Accepteer je waarde. Ik ben zoals ik ben, zo heeft God me gemaakt. Accepteer het. Wie jij bent, is de grootste positieve aanwinst om te winnen. Weet je, gewoon jezelf zijn. En dat komt vanuit je hart, wie jij bent. Weet je, ik heb net al gezegd, je wint met mensen door leiders vrij te zetten. Je wint meer mensen als je je capaciteit verbreedt. Wie stel je aan en wie zijn de mensen om je heen? Jezus koos er 12. En hoe kwam hij eraan? Ik zei, hij wil de wil van zijn vader doen. En ging de hele nacht bidden. Ik denk, als wij leiders vrij willen zetten, gebed en bevestiging. Weet je, profetische bevestiging, ook dat de andere mensen over spreken, is zo krachtig. Weet je, we hebben daar geestelijke onderscheiding voor nodig. Ook als we leiders vrij zetten, dat is zo belangrijk. Zetten we de goede leiders vrij? Hoe doen we dat? Weet je, de Bijbel zegt, wees niet te snel. Leg niet iemand overhaast de ander op. Weet je, en als je verkeerde verbinding aangaat, er staat een verhaal in de Bijbel van koning Agab en koning Jozefat. En die moeten een gevecht aangaan. En weet je, winnen is soms een gevecht, dat is een wedstrijd. Ook voor andere mensen. En dat is in het Oude Testament. En Jozefat die zei van, weet je, ik ga met je mee, ik doe mee. Maar vraag de Heer om raad. En dan konden er 400 profeten komen er. En die zeggen allemaal van, dat waren ja-knikkers, om het even zo te zeggen. Het waren allemaal van die ja-knikkers. Ja, dat moet je gaan doen, dat is goed. Toen zei Jozefat, er is nog één profeet. Vraag die het anders. Even iemand, allemaal hetzelfde. Er is nog één profeet. Ja, maar zeg, Agab, die haat mij, want die zegt altijd iets verkeerds over me. Maar laat die maar even spreken. En die zegt, weet je, doe het niet. Weet je, en als de woorden komen van, weet je, als je bepaalde mensen of bepaalde dingen die moet vrijzetten, weet je, luister goed wat God erover zegt. En vraag bevestiging. Want zo krachtig, als je verkeerde binnen gaat. Weet je, en hij gaat toch, hij doet het toch. Uiteindelijk, hij deed het en hij verloor de wedstrijd. Hij had moeten luisteren. Niet doen. Hij had moeten luisteren, maar hij deed het toch. En hij verloor het. Weet je, en wij zijn er om te winnen. Dus we moeten goed luisteren wat God zegt. Weet je, ik geloof dat je sterk, dat je gaat winnen met mensen die uit je midden voortkomen. Die God aan jou gegeven heeft. Waar hij over spreekt, dat zijn zonen en dochters uit het huis. Van het huis, daar win je mee. Weet je, discipelen die Jezus koos, waren niet alleen volgelingen. Maar ook mensen die dicht bij hem zouden staan. Weet je, en dat is heel kwetsbaar. Dat is kwetsbaar. Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Weet je, Jezus stelt zich ook heel kwetsbaar op. Weet je, de discipelen waren getuigen van Jezus' boosheid. Toen hij de geldwisselaars in de tempel, toen hij de tafels omkeerde. Waren getuigen van zijn boosheid. Waren getuigen van zijn verdriet toen Lazarus stierf. Zijn goede vriend van hem stierf. De discipelen waren getuigen van zijn ellende. Toen zij hem in de steek liet in de hof van Gethsemane. Weet je, zo is het ook met als leiders. Durf je kwetsbaar op te stellen. Eerlijk en oprecht. Ook al wordt of ben je verraden in je kwetsbaarheid. Door opnieuw vertrouwen te geven en je kwetsbaar open te stellen. Jezus zijn discipelen. Weet je, het was een grote groep. Dat was een groep, 12 waren het er. Met grote verscheidenheid. Weet je, we hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn, echt niet. Weet je, Jezus had zoveel, 12 mensen, weet je, een onvoorstelbare visser. Hij had een fanatieke Joodse nationalist. Hij had een verafschuwde belastinginner.
Hij had een pessimist had hij erop zitten. Hij had een hebzuchtige vader had hij op zijn team zitten. Die koos hij. En hij had twee zonen van de donder. En die waren explosief in hun karakter. Maar met deze mensen creëerde Jezus een winning team. Hoe? En we hoeven niet perfect te zijn. We hoeven echt niet perfect te zijn. We zijn allemaal verschillend. Maar God zoekt mensen. Maar zoek mensen die God jou geeft. Die God jou geeft. Ondanks de gebreken van de discipelen waren ze bereid om te worden onderwezen. Om verandering te ondergaan. Zoek mensen die openstaan voor verandering. Die willen winnen. Weet je? Verandering, daar win je mee. Weet je, de 12 discipelen waren getuigen van wonderen, krachten, opstand uit de doden. Maar pas na de dood en de opstanding van en de hemelvaart van Jezus werden ze getransformeerd. Toen de kracht van de Heilige Geest over ze kwam. Winnen met mensen is ook als je vol bent van de Heilige Geest. Als de kracht en de liefde en de genade van God, als je vol bent van de Heilige Geest, als dat volbaar is. Weet je, daar win je mensen mee. Want dan kan God door je heen stromen. Weet je, je wint bij investeren in je mensen. Jezus investeerde 3 jaar in zijn mensen. Weet je, een aantal sleutels daarvan. Weet je, neem tijd voor je mensen. Neem tijd voor je leiders. En investeer in je mensen. Als je mensen bemoedigt, als je mensen opbouwt. En je vertrouwen in hun plaatst. Als je dat uitspreekt. Ik heb je gezien. Ik weet waar je doorheen gaat. Jezus nam altijd tijd voor zijn mensen. Dat nam hij. Weet je, de discipel haatte dat eromheen. Je neemt altijd tijd. Weet je, Jezus stopte. Hij stopte voor de mensen. En nam ook tijd voor de kinderen. Daar baalden ze ook van. Maar Jezus deed het. Investeer in je mensen. Hoe win je met mensen? Je wint bij het winnen van de harten. Het winnen van de harten. Een hand krijg je makkelijk. Maar je hart. Win hun harten. Weet je, als je hun harten wint, opent de deur naar vele mogelijkheden en vele gelegenheden. En dat is zo belangrijk. Jezus won eerst de harten van zijn discipelen. Weet je, winnen met mensen, profiteer wat je over mensen ziet. Profiteer dat. Wat God ziet is krachtig. En je wint met mensen als je luistert. Leer te luisteren. Wat wordt er echt gezegd? Weet je, luister. Winnen met mensen gebeurt wanneer je betrokken bent met hun verhaal. Weet je, wees stil en luister wat ze zeggen. Weet je, Jezus trainde onder Job. Peter noemde het ook al. Jezus trainde zijn discipelen onder Job. Terwijl ze bezig waren. Terwijl ze taken aan het doen waren. Weet je, dan kom ik weer even bij dezelfde punten uit. Maar confronteren. Weet je, dat is ook winnen met mensen. Maar confronteren, weet je, dat hebben we net, Peter heeft er ook al over gehad. Ik ben dan even een andere voice. Maar als je niet confronteert. Jezus was ook niet bang om te confronteren. En hij confronteerde Petrus, terwijl hij Jezus tegensprak. Ga achter mij weg, Satan, zei hij. Je bent een struikelblok voor mij. Je bedenkt niet de dingen van God, maar je bedenkt dingen van de mensen. Weet je, als je niet confronteert, groeit er iets scheef. Als leiders moeten wij de moed hebben om te confronteren. Altijd voor het goede. Want Jezus gaf Petrus ook duidelijk antwoord waarom. Dit doe je, je bedenkt niet wat van God is. Je bedenkt wat de mens is. Weet je, en voor dingen van God zijn belangrijker dan wat mensen zeggen. Dat is veel belangrijker. Weet je, winnen met mensen, hoe ga je om met moeilijke situaties? Hoe ga je om met een Petrus in je team? Petrus kreeg een waarschuwing van Jezus en dan zegt hij, de vijand heeft u opgeëist om je te ziften te tarmen. Die wordt lekker door elkaar geschud, om je door elkaar te schudden, door elkaar te halen. Maar ik heb gebeden, zegt Jezus, dat uw geloof niet ophoudt. En als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broederen, win ze. Weet je, Jezus, nou, Petrus zegt, nee hoor, ik ben bereid om in de gevangenis te gaan en ik ben bereid om in de dood te gaan. Wat zegt Jezus? Nee. Ik zeg u, Petrus, nee. De haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat je me 3 keer verloochend hebt. Ik zal je zeggen dat je me niet kent. Hè? En dan zegt zo mooi, hè. Weet je, wat doe je? Wat doe je als mensen dat tegen je zeggen? Ik blijf altijd bij je. Nee, dit is wat God ons gegeven heeft. Dat gaan we samen doen. Weet je, afgelopen zondag sprak Peter. Je roots en je fruits. En dat vond ik zo mooi, hij haalde het even aan, dat hij deelde zijn hart. Weet je, 4 jaar geleden zijn we zelf door een crisis gegaan.
Weet je, en dan stond hij voor zich, stonden we op de rand van, ja, moeten we opgeven? En hij deelde zo zijn hart. Is dit de droom nou die ik had? Is dit de droom? Weet je, waarom ik dit vertel? Weet je, ik vond het persoonlijk. Ik zat onder zijn woord, maar ik vond het persoonlijk zo krachtig. Hij hield de waarde bij zichzelf. Het kwam dicht bij zijn hart. En je voelde de pijn die het had gebracht. Maar de kracht zat hem in. Geen veroordeling. Er zat totaal geen veroordeling in. Weet je, God en mensen haten veroordeling. Weet je, en met veroordeling leid je alleen maar verlies. Veroordeling, daar win je niet mee. Weet je, het is gebeurd. De crisis is gebeurd. Maar weet je, geef niet op. Geef niet op. Weet je, dat was het sluitstuk van zonde. Geef niet op. Weet je wat, als we hadden opgegeven, weet je, stop er niet mee. Als dit de taak is die God je heeft gegeven om mensen te winnen voor het koninkrijk. In waar je ook bent, op welke leider je ook bent, op waar je ook zit. Weet je, geef niet op. Geef nooit op. Weet je, als je opgeeft, dat leidt alleen maar tot verlies. En we willen winnen. Want er zijn nog zoveel mensen te bereiken door het koninkrijk van God. En wees niet bang als mensen je soms verlaten. Wees niet bang. Ik was de profetische woorden, was ik na aan het gaan wat God gesproken heeft over ons. En er was er één woord bij. Sommige mensen moeten je verlaten als God nieuwe dingen wil doen in je leven. Als God nieuwe dingen wil doen in je leven, sommige mensen moeten verlaten. Dus wees niet bang om sommige mensen los te laten. Het zij dan zo. Dan zal God een andere bedoeling mee hebben. Wees niet bang. Jezus wist ook dat Petrus terug zou komen. Hij zegt, als je tot inkeer komt, bent gekomen, versterk dan je broederen. Waar jij doorheen bent gegaan, wat jij hebt gedaan, wat jij hebt meegemaakt, versterk dan je broederen. En win je broederen weer terug. Dat is zo mooi, hè? Hoe winnen we mensen terug? Hoe winnen we mensen terug? Soms uit te stappen. Soms uit te stappen. Ik wil maar één voorbeeld geven. Ik weet dat het heel laat is. Ik wil één voorbeeld geven. Ik zeg, soms is het goed om dat mensen verlaten. Weet je, maar soms kan het ook zijn dat tijdens een periode dat er mensen worden geroofd van je. Worden weggehaald van je, waar God een bestemming op heeft gelegd. En ik weet van één persoon, ik weet en ik ervaar het ook heel sterk. Weet je, die is geroofd. En ik had op mijn hart, ik zeg, weet je, ik weet, die persoon heeft nog een, er ligt een bestemming op zijn leven. En ik ben naar die persoon toegegaan, ik heb aangebeld. Ik zeg, weet je, ik ervaar dat ik dat moest zeggen. Ik zeg, weet je, dit is wat ik moest zeggen. Ik zeg, er ligt een bestemming op je leven. En ik wil je hierbij uitnodigen voor de kerstnachtdienst. Het was een stap om te doen. Maar weet je, als je mensen wil terugwinnen, moet je soms een stap zetten. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Ik heb het niet gezien met de kerstnachtdienst, maakt niet uit. Maar weet je, ik heb de stap gezet in gehoorzaamheid naar God. En God doet de rest. Want de stap om te winnen is al gezet. Er is niks tussen. Hier ben ik. Kom terug. Zo was het ook met Jezus, die deed het ook met Petrus. Zo win je mensen. Weet je, God is er om zijn schijnende licht op jouw gaven. Op jouw gaven. En jouw talent te laten schijnen. Je hebt ze gekregen om andere mensen mee te winnen. Amen. Amen.